Nationale schaal van alle beproevingen die we ondervinden. En daarvoor hebben we uitgenodigd Henk Herman Nap, collega van mij bij Vilans, die zich met veel onderzoek bezighoudt met hoe je digitale zorg nu vanzelfsprekend vindt, maakt. Ja, Henk Herman, de vloer is aan jou. Herman, dankjewel. En nu doet hij het wel. Ja, heel goed. Helemaal goed. Nou, de zaal heeft mij in elk geval wel verstaan al. Nog een keer, ik vind het super tof dat we hier zijn. Ja, digitale zorg vanzelfsprekend. We hebben natuurlijk allerlei redenen en ingrediënten al gehoord hè, vandaag. Hoe we dat vanzelfsprekend zouden kunnen maken. Visie op zorg hè, bij bestuur, bij innovatiemanagers, op de vloer. Geen belemmeringen meer qua financiering. Maar goed, ik pak er even een drietal uit. Mensgericht ontwerp, heel belangrijk dat je dus altijd ontwerpt met die mens, met die doelgroep, met die cliënt, maar ook met die zorgprofessional. Ik ga het hebben over uniforme waardebepaling, daar zijn we nog niet. Nou, ik ben best wel een beetje jaloers ook op DIGA en DIPA, ik heb net al even gesproken, misschien kunnen we dat naar Nederland brengen. Misschien iets andere waardebepaling, maar goed, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, en de lancering van de Landelijke Kennisbank Digitale Zorg, en daar ben ik ook best wel een beetje trots op. We hadden een gesprek, ik denk zo'n 2 maanden geleden, met Tonko en met Joost Adams van Actis. En toen zei ik, ja, hoe zit het nou met die landelijke kennisbank? Nou, ik zei van, nou goed, we zijn ermee bezig. En we hopen dan dit jaar een eerste prototype te hebben. En hopelijk misschien een koppeling aan het einde van het jaar. En toen zei Tonko en Joost, ja, dat is niet snel genoeg. Toen dacht ik, ja, nou, wat zou het nou mooi zijn als we nou tijdens dit congres toch een eerste versie zouden kunnen laten zien. Dus zo'n 6 weken geleden zijn we bij Vilans in de versnelling gegaan. Ik vind dat we dat allemaal moeten gaan doen. We kunnen sneller innoveren. Dus we komen met een eerste versie van die Landelijke Kennisbank. Het is echt een versie 0.1. We hebben ook al jullie input nodig om het te verbeteren. We doen het ook samen. Maar goed, daar zal ik straks even, laten zien. Ik ben Herman Nap, themacoördinator bij Vilans. Heel kort even voor jullie, Vilans, 230 medewerkers, kenniscentrum voor de langdurige zorg, zorg en ondersteuning. Hoe werken wij? We werken altijd vanuit de 5 V's. We verzamelen kennis, we verrijken die, we valideren kennis, we verspreiden ook kennis en we verbinden veel partijen. Nou, en het verspreiden van die kennis, dat doen we op onze online platforms, op onze kennisplein. We hebben zo'n 7 miljoen bezoekers per jaar. Nou, hopelijk worden dat straks nog weer veel meer dankzij die kennisbank. Ja, de mensen en projecten die nu op digitale zorg werken. Toen ik in 2014 bij Vilans kwam, waren er 4 mensen bezig op dit thema. Nou, nu zijn het er al zo'n 40. Dat zegt ook iets over de vraag en de noodzaak. We werken in heel veel programma's samen met andere partijen. Je ziet een aantal logo's hier rechts. Hè, dus anders werken in de zorg zitten we in. Innovatieimpuls, waardigheid en trots op locatie. Maar ook heel veel internationale trajecten. Dat doen we binnen het Active and Assisted Living programma. Want wij vinden het ook heel belangrijk om ons bezig te houden met innovatie. Ook soms met implementatie. En wat wij dan belangrijk vinden is dat we altijd iteratief ontwerpen, dus met die doelgroep. We bezig zijn met waardebepaling en steeds ook meer data-gedreven zorg. Dus wat kunnen wij met die data uit al die producten en diensten eigenlijk om die zorg te verbeteren? Nou, onze visie, ja, de inzet van digitale zorg zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hè. Dat is natuurlijk ook een beetje het thema vandaag. We zien die eindgebruiker als een cruciale succesfactor in het ontwerp en in implementatie. Het is niet altijd makkelijk, met name ook in de langdurige zorg. Je hebt toch soms mensen die zich moeilijk kunnen uiten, dus hoe neem je die dan mee? Nou, technologie moet waarde toevoegen hè, en ondersteund door data en ook steeds meer verantwoord innoveren. We zijn nu heel veel bezig met innovatietrajecten, implementatietrajecten, maar laten we dat ook verantwoord doen. Laten we rekening houden met privacy, transparantie, diversiteit van mensen, etc. Nou, we werken altijd vanuit een aantal modellen, die zie je daar ook onderin. En ik zal straks ook even iets vertellen over het honingraadmodel. Ja, het mensgerichte ontwerpen. Ontzettend belangrijk om te doen. Neem die mens mee in het hele proces, van begin tot eind. En waarom is dat belangrijk? En met name ook als je kijkt naar de ouder wordende samenleving. Voor jullie, ouderen verschillen meer dan jongeren. Hè? Dus, en hou daar ook rekening mee in het ontwerp. Je hebt ouderen die soms een klein beetje ondersteuning nodig hebben. Tot ouderen die heel veel ondersteuning nodig hebben, die zorgafhankelijk zijn. Dat heeft allemaal van invloed ook op de digitale zorg die je levert. Neem ook rekening, houd ook rekening met technologiegeneraties. Heel veel babyboomers die komen uit de elektromechanische generatie. Nou, een technologiegeneratie, ja, dat ontstaat eigenlijk in je formatieve periode. Dus van 15
tot 25 jaar. Dat is echt een fase dat je het heel erg leuk vindt om met bepaalde technologie te werken. Je doet je studie, je gaat wellicht trouwen, je krijgt een baan, et cetera. En dat heeft heel veel impact eigenlijk op de technologie die je later ook nog leuk vindt om te gebruiken. Nou, houd daar ook rekening mee. Dus heel veel technologie waar de babyboomers graag nog mee werken, is bijvoorbeeld draaiknopjes, dat soort zaken. Besef wel ook trouwens dat ook de jongere generatie natuurlijk ook weer op een andere manier opgroeien. En ook weer moeite kunnen ondervinden met nieuwe technologieën. Dat mensgerichte ontwerpen. Hier even een voorbeeld van een studie die we hebben gedaan in 2019. Speciaal voor mensen met dementie hebben we eigenlijk gekeken van hoe wordt die mens met dementie nou eigenlijk goed meegenomen in dat ontwerpproces. En in welke fase wordt die mens met dementie meegenomen. Nou, als je dan kijkt naar de vier fasen van technologieontwikkeling, nou, die kun je eigenlijk opdelen in een pre-designfase. Dat is een fase waarin je wensen, behoeften ophaalt bij doelgroepen. Je hebt een generatieve fase, dus dat is echt een beetje de technologieontwikkeling. Hè? Een evaluatieve fase, dus een stukje waardebepaling. Maar ook een post-designfase, dat is meer de fase dat je gaat opschalen, dat je bezig bent met business modeling. Nou, als je dan kijkt waar wordt die mens met dementie met name in meegenomen, dat zijn eigenlijk deze twee fasen. Dus het ontwikkelen van die technologie en het evalueren. Maar ja, als je mensgericht wil ontwerpen, dan moet je natuurlijk die mens ook meenemen. Eigenlijk in die, waar liggen jouw wensen, waar liggen jouw behoeften? Nou goed, daar zijn we nu mee bezig. Het is soms best lastig. Maar het is ook een oproep aan ontwikkelaars. Probeer ze ook in die pre-designfase heel goed mee te nemen. En ook in die post-designfase, want dat is een fase waarin je eigenlijk gaat vermarkten. Ja, we hebben het nu even gehad, met name ook over de cliënten, hè. De zorgprofessionals, dat zijn natuurlijk ook vaak de primary users. Hè. Voor hen ook natuurlijk werk aan laagcomplexe systemen. Maar houd ook rekening met de digivaardigheden. Nou, het zijn hele mooie programma's, ook landelijk natuurlijk, om daaraan te werken. Maar houd ook rekening met de beschikbare bandbreedte. En dan heb ik niet over de technische bandbreedte, maar de bandbreedte in ons hoofd. Net hadden we al heel mooi van Thomas ook, ging het ook over het aantal apps, hè. En volgens mij had je het ook een digital health platform waar we naartoe moeten werken. Dat zien wij nu ook. Als je kijkt ook hier naar die smartphones. Ook binnen het Anders Werken programma hebben we het meegemaakt dat een zorgprofessional soms met 3 smartphones rondloopt. 1 bijvoorbeeld een Apple voor een bepaald device. De ander weer een Google device. Ook weer voor een bepaalde applicatie. En dan nog een eigen smartphone. We zien een wildgroei dan ook aan apps. Dus hoe mooi zou het zijn als we dat veel meer gaan integreren. Nou, een van de trajecten waar we nu ook als freelance aan bijdragen, en er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden, is het HAL-project. Wat we hier doen is eigenlijk een bundeling van technologie die ontwikkeld is in verschillende AAL-projecten al, is ook al gevalideerd, vaak ook al heel gebruiksvriendelijk. Allerlei producten en diensten die mensen met dementie kunnen ondersteunen eigenlijk tijdens hun cliëntreis. Nou, wat we nu aan het doen zijn, is die producten koppelen. Maar waar we heel graag naartoe willen is eigenlijk een integraal dashboard. Dat is iets wat we nu in ontwikkeling hebben binnen dit project. Dus eigenlijk komen al die data vanuit die verschillende devices die komen samen. Om 1 dashboard te hebben voor die zorgprofessional. Nou, ik zie hier trouwens Compaan, Joost ook in de zaal. Ik mocht een primeur geven, want binnen HAL, Compaan is ook een partner. Maandag komt er een persbericht naar buiten dat bij Livio is eigenlijk een eerste versie van dit HAL-platform wordt dan gepresenteerd. Dat wordt er met Tinybot, Tessa trouwens en de Medido. Dus dat is al een eerste stap. En hopelijk kunnen we aan het eind van het project ook al deze producten geïntegreerd zien. Ja, dat mensgerichte ontwerpen. We hebben een heel mooi model daarvoor ontwikkeld. Dinsdag sprak ik nog op het CareTech-congres. En toen was er een zaal, ik denk dat er misschien zo'n 60, 70 mensen zaten. En er was maar 1 iemand die dit model kende. Dus vandaar ook dat ik het toch weer even herhaal. Want het werkt namelijk heel goed. In Anders Werken hebben we gemerkt dat eigenlijk dit model heel goed resoneert bij de zorg. Het is namelijk heel makkelijk om producten ook hierin te plaatsen. Is het een product wat nog in een verkennende fase zit? Moet het nog doorontwikkeld worden? Of is het een product die al misschien in een borg- en opschalen fase zit? Maar je kunt ook je organisatie hierin plotten. Zijn we nog een organisatie die nog heel erg aan het verkennen zijn? En hoe doe je dat dan? En welke methodes zijn dan toepasselijk? Nou, een eerste fase waar je, en dit is trouwens niet, je gaat niet altijd van verkennen naar uitproberen naar in gebruik. Je kunt soms ook versnellen en dat zagen we ook in het Anders Werken programma.
Dus ook soms voor de kleinere organisaties. Je kunt gewoon kijken naar de grote organisaties. Hoe hebben zij dat gedaan? Dan kun je eigenlijk versnellen in dit model. Je begint natuurlijk altijd bij die wensen en die behoeften. Je gaat nooit een technology push doen. Daarna kom je in een fase van uitproberen. Welke technologie is er nou eigenlijk allemaal al beschikbaar? Geeft die technologie al een antwoord op jouw vragen, op jouw wensen? Zo niet, dan moet er misschien nieuwe technologie ontwikkeld worden. Dus dan kom je eigenlijk weer in een co-design traject. Nou, fase daarna is een in-gebruikfase. Dan ga je eigenlijk met zo'n 5 cliënten bijvoorbeeld aan de slag, hè, of misschien een paar medewerkers. Dan ga je eigenlijk gewoon op kleine schaal toetsen of die technologie van meerwaarde kan zijn. Wat we dan ook vaak doen is wat technische testen. Je wil natuurlijk wel dat die technische infrastructuur ook goed is. Tot uiteindelijk een borgen- en opschalen fase. Dus dan kun je echt ook werken aan business modeling. Daar krijgen we straks ook nog wat mooie voorbeelden van ZN. Heel belangrijk is het up-to-date houden blijven. En ik zie dat soms ook wel een beetje als een soort van spiegel. Dus dat je eigenlijk altijd binnen die fase gaat kijken van, is dit nog wel de technologie die een goed antwoord geeft op onze vraag? Of is het misschien een andere technologie die beter antwoord geeft op die vraag? En eigenlijk dat verantwoord innoveren, dat zou je daar misschien ook wel in kunnen zetten. Dat is ook een soort van spiegel. Doen we nog wel het goede? Ja, en deze wil ik heel even delen, want we hebben het over dat mensgericht ontwerpen. Nou, als je kijkt op Dementie, is er nu een heel mooi expertisecenter, Dementia and Technology. TU Eindhoven, Alzheimer Nederland zit er ook bij, het J-netwerk, Filans is ook aangesloten. En die zijn heel erg bezig nu eigenlijk met aan welke voorwaarden, welke guidelines zijn er eigenlijk om die technologie te ontwikkelen voor mensen met dementie. We zijn ook bezig met de certificering van technologie voor mensen met dementie. En ook een loket willen we graag ontwikkelen, waar ontwikkelaars naartoe kunnen om hen te helpen eigenlijk van hoe doe je dat nou goed, dat ontwerpproces. Nou, en in 30 juni, even nog een klein beetje reclame, is er een conferentie in Eindhoven en hoop jullie daar dan ook te zien. Ja, een volgende die heel belangrijk is eigenlijk voor die vanzelfsprekende inzet van digitale zorg is die uniforme waardebepaling. Nou, dat is een traject waar we als Filans nu denk ik zo'n 7 jaar mee bezig zijn. Want wat zagen wij, dat is een beetje dit plaatje. We zagen dat in Nederland heel veel pilots gedraaid worden. En sommige pilots die doen eigenlijk helemaal geen waardebepaling of onderzoek. Sommige pilots die doen wel wat en die schieten dat ergens de lucht in, maar dat landt eigenlijk weer nergens. Je ziet ook heel veel pilots lopen met verschillende typen waardebepalingen. Hoe mooi zou het zijn als we dat meer uniform gaan doen? En dat we ook die data goed kunnen verzamelen en dat we de data kunnen stapelen. Eigenlijk aan het begin van dit traject, en daarom ziet deze slide er ook nog wat suffer uit. Maar deze slide is ook al 7 jaar oud. Dachten we van, nou, wat zijn nou aandachtspunten eigenlijk in kosten-batenonderzoek als je hebt over digitale zorg? Nou, een van die aandachtspunten is, ja, er ontbreekt eigenlijk een centraal punt voor het ophalen en delen van kennis. Natuurlijk hebben we allerlei platforms in Nederland. Je kunt best wel wat informatie over producten en diensten vinden. Maar we hebben nog niet echt een mooi centraal platform waar we die kennis verzamelen en goed delen. Ja, er ontbreekt eigenlijk ook nog steeds een eenheid in methodiek en taal. Nou, daar zijn we nu heel mooi mee aan de slag gegaan. Ook met het Kenniscentrum Digitale Zorg. Ook met meerdere partijen trouwens. Om te werken meer aan die eenheid in methodiek en taal van de evaluatie van digitale zorg. Nou, en er is een gebrek aan kosteneffectiviteitsonderzoek en de openbare beschikbaarheid van resultaten. Nou, dat komt ook weer een beetje op dat centrale punt natuurlijk. Als je nou hebt over dat kosteneffectiviteitsonderzoek, mooie publicatie natuurlijk. Vorig jaar was dat over de 13 arbeidsbesparende technologieën, ook een mooi MEVA-rapport geweest. En natuurlijk het Kipta-rapport gehad maandag. Hè. Hier zijn we steeds meer mee bezig, dus steeds meer kijken ook naar die kosten en wat levert het nou op. Welke werkdrukverlichting vinden we als we die digitale zorg inzetten? Nou, Connie die gaf het eigenlijk ook nog weer even aan. Hè. Ga daarop richten, ga je richten op die waardebepaling. Dat is heel belangrijk, want wij hebben dat nodig. Dus laten we dat ook zeker gaan doen. Even een voorbeeldje. Ik vind een heel mooi voorbeeld waar die waardebepaling best oké is gegaan. Dat is binnen het Anders Werken traject. We hebben daar 2 jaar onderzoek gedaan naar slim incontinentiemateriaal. Niet alleen binnen Anders Werken, hè. Philadelphia is er ook mee aan de slag gegaan, ook andere organisaties. Maar goed, wat we gedaan hebben, nou, hier zie je ook weer mooi dat honingraadmodel, dat werkte ook goed. Waar schaalt zich dat? Nou, het zit nu echt tegen die borgen- en opschalenfase aan. Tuurlijk zijn er allerlei implementatieproblemen nog, maar als je het nou hebt over die waardebepaling,
dan hebben we daar best wel mooie resultaten. Want op basis eigenlijk van die pilots hebben we dit gevonden. Dus gemiddeld 9 uur besparing per dag per locatie mogelijk. Dankzij de inzet van slim incontinentiemateriaal. Nou, we hebben ook een macro-berekening gedaan. Dus hebben we eigenlijk gekeken, oké, dit zijn die 6 organisaties. Hoe zit het met de WLZ-cliënten? Nou, wat is de mogelijke werkdrukverlichting per jaar in Nederland? Dat is 1900 FTE's mogelijk. Hè? Op basis van zo'n inzetbaarheid van 23% per locatie. Nou ja, als je dan hebt over al die producten en diensten, en ik liet net al wat zien, hè, dat toch allemaal gaan stapelen, dan komen we er misschien wel. Maar heel belangrijk, eigenlijk veel belangrijker nog, als je dan ook kijkt naar de kwaliteit van leven, hè, je ziet dus een verbeterde nachtrust dankzij de inzet van slim incontinentiemateriaal. Daling onnodige verschoningen. Als je het hebt over waardigheid, hè, bij mensen, dat is een heel mooi resultaat. Daling natte bedden. En minder fysieke belasting ook bij de zorgprofessionals. Dus best hele mooie resultaten. Even één voorbeeldje. Er zijn er heel veel vanuit het Anders Werken programma. Bij Freelance kun je trouwens alle rapportages gewoon downloaden en de fact sheets ook. Ja, die waardebepaling en die eenheid in taal en methodiek. Nou, ik gaf het al even aan. Er is een samenwerking nu met het Kenniscentrum Digitale Zorg. Nou ja, goed, Nicole en Peter Pol, jullie gaan er straks denk ik een stuk meer over vertellen. Maar ik zie er echt wel heel veel waarde in. En ik hoop ook eigenlijk dat we ook, bijvoorbeeld, nou, ik laat straks even iets zien van de kennisbank, dat we ook een soort van certificaatje kunnen krijgen of een logootje. Hij is goed door deze waardebepaling heen gekomen. Nou, die gaan we ook graag dan op die kennisbank plaatsen. Ja, even terug naar dat eerste punt, hè, net. Er ontbreekt een centraal punt voor het ophalen en delen van kennis. Nou, ik gaf al even aan in het begin, hè, het gesprek met Tonko en met Joost Adams ook, van nou goed, laten we daar gewoon in gaan versnellen. Dus wat hebben we gedaan? Nou, heel even nog één blikje terug. Lang traject al, ik zei al van 2015, 2016 begonnen. Maar dit is wat we vorig jaar hebben gedaan. Dus we hebben nog heel veel eigenlijk gesprekken gevoerd met heel veel verschillende stakeholders. Waar moet zo'n kennisbank nou aan voldoen? Wat zijn jullie wensen? Wat zijn jullie behoeftes? Veel gesprekken geweest, ook met Be Bright, zorgvoorbeter.nl, noem maar op. En iedereen zei eigenlijk, ja, dit centrale punt moet er komen. En we gaan daar graag met jullie ook in samenwerken. Nou, toen zeiden wij inderdaad in 2021, laten we komen met een prototype dan volgend jaar. Maar goed, de lancering, tada. Deze staat nu online, dus de kennisbank Digitale Zorg. Het is echt een versie 0.1, zie je het dan ook als zoiets. We leiden het in, we vertellen wat de doelstellingen zijn van deze kennisbank. We hebben al 5 type technologieën, veelbelovende technologieën hebben we eigenlijk opgenomen daarin. Wat we daarin beschrijven is even kort, wat is het voor type technologie? We noemen trouwens geen fabrikanten, dus het gaat echt om een type technologie. Bijvoorbeeld leefstijlmonitoring, beeldschermzorg, ook de slimme inco, ook de valimpactreductie zit erin, de medicijndispenser. We bespreken ook de waarden, de harde zachte kostenbaten van deze technologieën. We laten zien welke pilots er op dit moment draaien. Is natuurlijk nog helemaal niet compleet, maar we hebben ook graag van jullie daar de input voor. Nou goed, allerlei informatie. En wat we eigenlijk willen is dat het een soort van back-end gaat worden. Dat iedereen zijn informatie daar ook kan ophalen. Het gaat er niet om dat er één plekje is waar je dit kan vinden. Nee, graag ook informatie die bijvoorbeeld echt voor mensen met dementie is, of voor de mantelzorgers, laat dat mooi bij dementie.nl landen. Maar laten we wel kijken dat het meer uniform is. Nou, ik heb even een QR-code gemaakt. Ik hoop dat het een goede is. Ik heb hem gistermiddag snel even gemaakt. Dus dit is van de kennisbank Digitale Zorg. Dus als je een fotootje of even iets maakt, dan zie je hem ook. En je ziet daar links ook even een voorbeeldje. En geef ook aan inderdaad wat jullie bijdrage zou kunnen zijn. Hè. Dus we hebben een formuliertje toegevoegd. Dan kun je gewoon aangeven, oké, wij zijn nu ook met deze pilot bezig. Je kunt aangeven van, nou goed, ik zou deze informatie daarin terug willen zien. Eerste versie, maar hopelijk, dat hebben we met onszelf afgesproken, want we gaan versnellen. Van de zomer staan er 15 technologieën op. En aan het eind van het jaar willen we een koppeling hebben gerealiseerd, ook met dementie.nl en met Actis, zodat we ook informatie kunnen uitwisselen. En dat was mijn praatje. APPLAUS.
Dankjewel Henk Herman. En mooi om te zien dat ook jij het op je neemt om te versnellen als dat nodig is. En het was een imposante QR-code. Ik denk niet dat ik ooit zo'n grote QR-code in mijn leven heb gezien. Dus dat werkt. Mensgericht ontwerp, hè? Dat is heel goed, heel goed. Dan werkt het ook achter in de zaal. Goed om te horen. Zijn er vragen vanuit de zaal? Kijk aan. En dan ben ik weer even op zoek naar de microfoon. Oh, die ligt hier bij ons. Dus jij mag gooien jezelf. Spannend. En het is een heel eind, dus. Hebben we een heup? Aardig in de buurt. Heel fijn dat dit er is. Ik ben helemaal blij ermee, dus dank ervoor. Ook Tonko overigens en Joost. Recent heb ik ook gezien dat er een andere initiatief is gedaan. Zorg van nu, van VWS. Dat is wegwijzing, zorgtechnologie, e-health en digitale zorg. Hij sluit zo mooi hierop aan. Kennen jullie het? En we kennen de meeste initiatieven ook. Okay. Dus ook van Zorg van Nu. En wat we gewoon willen, is we willen daarin samenwerken. En het is echt niet de bedoeling dat we een eigen platform nu creëren. We willen juist die samenwerking vinden en kijken hoe kunnen we elkaar versterken. Dus hebben we het bijvoorbeeld met Be Bright ook over gehad. Ze hebben een enorme database met allerlei producten en diensten en beschrijvingen. Nou, hoe mooi zou het zijn als wij daar wat beschrijvingen van kunnen gebruiken? Dan hoeven we het niet opnieuw te doen. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als Be Bright van ons bijvoorbeeld een stukje waardebepaling kan toevoegen aan hun site. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Geweldig, dankjewel. Mooi, dankjewel. Andere vragen? Nee, Maarten, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, die kennisbank is heel belangrijk. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om juist de dingen bij elkaar te brengen. Anders ben je dadelijk 6, 7 kennisbanken aan het zoeken voordat je er bent. Hè? Dus samenwerking is hier key en dan proberen te komen tot één thema. Wat mij nog een beetje verbaasde in jouw verhaal van dat honingraadmodel, was dat je op een moment zei je, ja, dan gaan we in een kleine pilot uitproberen. Volgens mij is dat de doodsteek van innovatie. Dus ik ben heel benieuwd wat je daarmee bedoelt. Want elke keer als we met 5 doen, dan zegt iedereen, ja, die 5 zijn wel interessant, maar die 10 vinden het niet meer leuk, dus stop. Dus volgens mij bedoel je iets anders. Maar ik was wel benieuwd hoe jij dat in dat honingraadmodel past. Want alle innovaties die wij in Nederland hebben, die beschikbaar zijn, zijn allemaal al uitgetest in kleine pilots. Grote probleem is schaal. En als wij hier nu in dit model gaan propageren dat organisaties kleine pilots gaan beginnen, zitten we weer met hetzelfde probleem. Dus misschien kun je daar nog even op reflecteren. Ja, kijk, wat we natuurlijk, en ik verwacht eigenlijk ook dat de leveranciers hier wel precies weten misschien wat dit dan betekent. Kijk, je kunt niet in een organisatie starten met 100 devices. Je moet dat iets kleiner opbouwen. Je moet een organisatie moet je kunnen meenemen, je moet awareness kunnen creëren, je moet laten zien, oké, als we deze wolk nu gaan inzetten bij 5 mensen, leer eerst werken er ook meer mee. Laat ook zien dat wij nu met deze devices binnen onze organisaties bezig zijn. Dus eigenlijk is het een stukje misschien implementatieondersteuning, een stukje awareness creëren. Binnen de organisatie is het niet de bedoeling dat we bij 5 mensen een pilot gaan draaien om de waarde te bepalen, maar het is meer een tussenfase om te kijken van, nou, past het? Hoe zit het met de technische infrastructuur? Misschien zijn er nog allerlei kleine probleempjes die je moet oplossen in de implementatie. Dus je zou bijna misschien beter kunnen zeggen, het is een implementatieraad dan een ingebruik. Nee, maar dan begrijp ik hem ook beter. Want precies. Dan kies je er wel voor om het te gaan doen. Precies. Je hebt de overtuiging dat het moet. Ja. En dan wil je even nog een paar mensen testen. Dat is iets anders als we gaan met een kleine pilot beginnen. Ja. Want dan kies je er niet voor om het echt te doen. En dat vond ik ook het leuke verhaal van de Lelygroep. Nee, je gaat all the way. Ja. En we gaan niet democratisch of het leuk of niet leuk is. We gaan het doen omdat we vinden dat het moet. Ja. En dat is iets anders of jij het leuk vindt of jij het wil gebruiken. Want dat is echt een ander thema. En het is wel cruciaal om dat in stapjes te doen. Ja, ik heb daar grote vraagtekens bij om die crucialiteit van die kleine stapjes. Of dat niet leidt tot, er is altijd een stapje wat mislukt. Ja. En dan kom ik bij Filippo. En dan ga je, ja, maar nu is het mislukt. Dus gaan we niet door. Ik probeer het in de context te brengen. Ja, ja, ik begrijp de genuanceerdheid, maar zou ik denken, doe maar een grote stap. Ik denk dat het ook heel erg gaat over hoe rol je iets uit. En hoe ga je van 0 naar 100, zeg maar. Is dat iets wat je in één keer van 0 naar 100 gaat? Bij sommige oplossingen kan dat. Bij andere heb je daar tussenstapjes nodig. Maar
Wat zijn dan de tussenstapjes? En is dat een go-no-go moment? Of is dat een, we rollen het op deze manier uit. We gaan niet op 100 locaties dit tegelijk doen, want dan weten we zeker dat het misgaat. En dat is denk ik een fundamenteel verschil. En ik denk ook goed om even toe te voegen, ik had het even over het versnellen, hè? Dus als een technologie bijvoorbeeld al ver doorontwikkeld is, die waardebepaling is er al geweest, eigenlijk weet je van alle organisaties al dat het werkt, dan kun je heel snel daardoorheen gaan. Dus het versnellen door het honingraadmodel is natuurlijk ook mogelijk. Dan kan het best zijn dat zo'n ingebruikfase dat even een 2 weken periode is, ik zeg maar wat. Hè. Dus het versnellen kan zeker. Ja. En mijn ambitie is in ieder geval om als sector sneller door zo'n honingraad heen te stappen, omdat we het van elkaar kunnen leren. Nee, dus als je hem sectoraal begrijpt, kun je hem beter. Hè? Want dan een pilot met 5 is 5 organisaties, dan snap ik hem veel beter. Ja. Heel goed, ik zag daar vragen. En ik ben even kwijt waar de... Ah, kijk aan, de microfoon is ook al geland. Compaan. Misschien is het goed als we hier vandaag toch van die voortvarende stappen willen zetten, dat we vanaf nu het woord pilot een beetje afschalen. En dat we misschien meer spreken in termen van een koplopersgroep, of dat we in ieder geval de voortvarendheid bewaken. Het woord pilot impliceert dat het ook kan mislukken en dat dan vloeit ook de energie er weer op weg. Dus in die zin haak ik graag aan bij Maarten. Zou mijn suggestie zijn, laten we denken in termen van koplopers. Ja, hartstikke mooi. En heel goed, want je kunt eindeloos blijven hangen in pilots. Dat is... Heel goed. Andere vraag. Ik zag daar net volgens mij nog meer handen. Ja, zie je, kijk. Ik denk dat het over 5 jaar gewoon heel anders eruit ziet. Volgens mij bedoelen we dat organisaties nu in een fase komen van anders leren werken. En dat betekent dus dat je een leerstap toe te voegen hebt. En volgens mij gaat het daarover. Het gaat er niet over, nou, we moeten de technologie nog uittesten, maar we moeten leren anders werken. En dat vraagt wat. Dus daar, die stap heb je nu nodig, maar over 10 jaar niet meer. Nee, heel goed. Ja. Naast jou, de andere kant. Ja, misschien in aanvulling daarop. Het gaat ook over routines ontwikkelen van het innoveren. En dat lijkt een contradictie. Maar dus je moet goed weten, is iets een commodity wat je gewoon gaat invoeren? Net zo goed als het lezen van een bestseller, of is het iets wat toch wel een complexiteit in zich kent, dat het ook onder de motorkap moet werken, dat het absorptievermogen van je collega's er moet zijn, en dat je eigenlijk, zonder dat je Willy Wortel bent, niemand het nog beproefd heeft. En dat zijn wel, en die honingraad kan op zich wel helpen, denk ik, bij een invoeringsproces, maar bij een innovatieproces kom je, start je met andere stages en ook andere validatiestappen, denk ik. Ja. Nee, helemaal. En ik wil trouwens ook niet, ik zeg ook niet dat iedereen ook het honingraadmodel moet toepassen. Hè? En als jij vindt dat iets die niet inklopt, haal hem er dan uit. Hè? Dat hebben we ook bij Tante Louise gehad, die hebben gewoon nog één dingetje toegevoegd. Prima, helemaal goed. Ja. Ik denk dat we hier ook een mooie iets raken van, je hebt de volwassenheid van de technologie, die kan compleet uitontwikkeld zijn. En je hebt de volwassenheid van de organisatie waarin die technologie moet landen. En die moeten wel op elkaar aansluiten. En ik denk dat er hier ook dat gesprek een beetje daarop schuurt. De technologie kan al heel volwassen zijn of helemaal niet volwassen zijn. De organisatie kan heel volwassen zijn in vernieuwingen, invoeren, etc. Of kan nog helemaal niet volwassen zijn. En beide moeten wel parallel geschakeld worden, anders gaat het niet lukken. Nog andere vragen in de zaal, hiervoor. Dat was dichtbij, hè? Wouter Meijer, KPN, ook WDTM. Ontzettend mooi, zo'n kennisbank. Nou zijn hier ook wat grotere zorginstellingen. Die hebben vaak ook wat meer tijd en capaciteit om na te denken over visie en strategie. De laatste tijd ben ik ook veel in gesprek met veel kleinere VVT-instellingen. Die hebben de luxe niet, maar die hebben wel hetzelfde probleem. Sterker nog, die hebben eigenlijk nog een groter probleem. En die hebben ook geen tijd om zijn hele kennisbank door te akkeren. Dus wordt er ook nagedacht over een stuk begeleiding. En er zijn natuurlijk veel adviesbureaus, ook veel ZZP'ers in die markt bezig. Dus hoe gaan we die kleinere VVT-instellingen helpen met A, een stukje visie en strategie, en B, vervolgens de executie? Ja. Hey, ik vind het een heel goed punt. Ik denk wel dat waar we nu veel mee bezig zijn, ook met het opzetten bijvoorbeeld een landelijk anders werken programma, dat we ook gaan kijken van, nou, kunnen we daar ook een soort van academy aan vastplakken. Wat ik daar ook mooi in vind trouwens, wat succesvol is gebleken, zijn eigenlijk de werkplaatsen. Wat we daar zagen is dat juist ook die kleine partijen heel graag ook bij die werkplaatsen waren. Die konden namelijk leren van de koplopers.
Dus je ziet eigenlijk ook wel, natuurlijk, en er zijn allerlei adviesbureaus die daar ook in springen. Maar ik denk inderdaad, die programma's en de academies die daaraan gekoppeld worden, dat die in de komende tijd helpend gaan zijn, met name ook voor die kleine organisaties. Ja. Dank. Als nou, we zijn in de zorg nu in transformatie, hè? En wij koesteren het kleine en zwaar. Maar als die transformatie nou een probleem wordt voor vele kleinen, wat iedereen zich kan begrijpen, moeten die kleinen zich dan niet realiseren dat die transformatie er gewoon komt en dat niet iedereen wacht op de kleintjes? Dus wat doen die kleine organisaties, en bedoel ik echt niet dat ze groot moeten worden, maar wat doen die nou in hun eigen strategie om ervoor te zorgen dat ze gewoon bijbenen en meedoen in dat verhaal? Want anders krijgen we altijd de vraag, ja, maar de kleintjes kunnen dit niet betalen, of de kleintjes kunnen dit... Allemaal waar, maar die moeten daar dus een antwoord op vinden. En ik ben wel benieuwd naar het antwoord wat die kleinere organisaties op die massieve transformatieopdracht geven. Te verdere consolidatieslag gaan plaatsvinden. Alleen de directieleden die ik spreek bij die kleinere VVT-instellingen, die zitten letterlijk met hun hand in het haar. Die hebben echt heel erg weinig tijd. En die hebben vaak ook geen ICT-managers, die hebben eigenlijk geen staf, geen mensen. Dus hoe gaan zij bewegen? Ja, dat weet ik. Nee, maar dus dat, de vraag, hè, dat is niet de vraag aan jou, maar dat is de vraag aan de sector, denk ik. Van ja, dit gaat een massieve beweging worden. En ik hoop niet dat we eerst allemaal gaan zitten fuseren voordat we gaan transformeren. Want dan zijn we over 10 jaar nog niet. Hè, dus zoek een antwoord wat dat kleine, wat die blijkbaar klanten, burgers in Nederland waarderen. En dat grote wat je moet hebben, zoek een antwoord. Maar ga alsjeblieft niet een keer consolideren, want dan zijn we 10 jaar later nog. Dan hebben we over 10 jaar nog oude zorg. Maar wat is het antwoord? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja, mm-hmm. Ik zou met jou. Ja, en mooi om straks op te pakken bij de wrap-up. En we moeten versnellen, hè? Dus laat dit niet vertragend ook werken. Ja. Nee. Ja. 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 Heel goed, dankjewel Henk Heijman. Nog een warm applaus voor... Dankjewel. Ik kreeg net de vraag door vanuit online deelnemers of we dit opnemen, deze sessie. Ja, we nemen het op en het komt later beschikbaar via de website van de organisatoren. Dus wees gerust.